Toen ik in Washington DC arriveerde, verwachtte ik eigenlijk heel veel dikke mensen tegen te komen. Maar niets is minder waar. Want in de hoofdstad sporten ze zich helemaal suf. En daarom is Washington uitgeroepen tot de fitste en gezondste stad van Amerika. I think that we're almost very European in that way. A lot of people bike to work every day. A lot of people walk to work. People aren't as dependent on cars. Ja, gezond leven betekent natuurlijk ook gezond eten. En daarom zijn dit soort saladebars mega populair in Washington. I think I'll have a kale Caesar. Yeah. Is this the first time here? It is actually, yeah. Everybody, we have a first timer! Ja, dit is dus helemaal hip. Boerenkool Caesar salad. Het is niet te vreten, maar je betaalt er wel de hoofdprijs voor, $11. En daarmee is gezond zijn ook vooral een hobby van de welgestelden. Maar rijd even buiten het rijke Washington en dan kom je weer het echte Amerika tegen.